Laatste 2 kilometer waren we z'n vieren. En de laatste 2 kilometer wisten we wel dat we niet meer voor de eerste prijs gingen. Dus ja, dan krijg je het gevecht om de derde plaats. En die mannen die begonnen te demareren. Ja, en dan heb ik het voordeel dat ik al koers heb gewonnen en dat ik zeg maar niet moet. Dus die reed achter elkaar aan en ik had het ideale moment om er overheen te knallen. Ja, dan mag ik toch weer naar het podium. Ja, dat is top. Parijs-Roubaix, dat is gewoon de ruigste klassieker die er is, de tofste klassieker die er is. En dat ik hier weer podium sta kicken. Dank je. Dank je.